Leuk dat je kijkt. Passie voor psychiatrie, de tweede aflevering. Ik heb vandaag twee hele interessante gasten. Klinisch psycholoog Vroukje Groenveld van Angst en Dwang. Van het Universitair Centrum Psychiatrie Groningen. Data van de Veen, ook van het Universitair Centrum Psychiatrie Groningen. Van de afdeling depressie, ook klinisch psycholoog. Welkom dat jullie er zijn. Leuk dat jullie er zijn. Data, voor jou de eerste vraag. Wanneer moeten collega-organisaties, collega-behandelaren naar jullie doorverwijzen? Waar zijn jullie goed in? Ja, het is een beetje een technisch verhaal, maar waar het vaak begint is dat patiënten zich of mensen zich melden bij de huisarts. Het gaat niet lekker. En als het dan een mild lijkt, dan hebben ze daar wat gesprekken vaak met een POH. Dat is iemand die de huisarts ondersteunt in de huisartspraktijk. Als dat onvoldoende effect heeft, dan gaan mensen vaak naar de specialisten GGZ. Dus we hebben een groot aantal instellingen hier in het noorden in ieder geval. Daar krijgen ze, even heel kort door de bocht gezegd, een protocolaire behandeling. Eigenlijk de eerste stap in het behandelprotocol voor die aandoening. Dus als dat depressie is in mijn geval, krijgen ze CGT of een andere therapie die effectief is bewezen. Of medicatie. Nou, daar kan nog wat in heen en weer geschoven worden. En als het dan nog niet opknapt, dan is er vaak sprake van allerlei complicerende factoren. En dat is ook de reden dat mensen naar ons verwezen worden. En dan begint het puzzelen. Dus dan gaan we kijken van wat maakt nou dat ze niet opknappen van de standaardbehandeling, van de eerste stappen. En wat is er nodig om deze mensen toch verder te helpen? En dat is dus vaak het moment dat naar ons verwezen kan worden. Ja, dat er verder gekeken moet worden dan de standaardbehandeling. Ja, en dat klinkt wat onaardig, standaardbehandeling. Maar daarbij bedoel ik eigenlijk, dat zijn heel goed onderzochte behandelingen die echt voor 2/3 van de mensen effectief is gebleken. Maar voor 1/3 is het onvoldoende. En dan wordt naar ons verwezen. Ja, precies. En voor, misschien kun jij het ook vertellen, Vroukje. Voor als je kijkt naar de angst- en dwangklachten. Wat is het punt waarbij je merkt van de specialistische GGZ komt er niet uit. Wat is het moment dat, wat is het verschil? Wat merk je aan problematiek? Het verschil aan problematiek, waar de specialistische GGZ wel uitkomt en wat bij jullie terechtkomt. Je bedoelt denk ik waar de specialistische GGZ onvoldoende uitkomt, zeg maar. Ja, wat we specifiek bij angst- en dwangproblematiek wel zien, is dat er wel richtlijngestuurde behandelingen gedaan zijn. Alleen dat ze net niet scherp genoeg zijn ingestoken. Dus dat is ook het leuke bij angst en dwang. Dat je eigenlijk heel erg moet puzzelen van wat is nou de angst achter de angst. En waar gaat het nou echt over als je als je mensen blootstelt aan exposure therapie. Dat is behandeling stap 1 bij angst- en dwangstoornissen. Dan is het heel belangrijk dat je die heel scherp opstelt eigenlijk. En ook zodat ze die heel goed toetsen, dat ze de angst echt aangaan en dat ze de vooraf voorspelde verwachting, dat ze die echt goed toetsen. Dus dat is waar we heel extra scherp naar proberen te kijken. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk het multidisciplinaire karakter van hoe het UCP is ingesteld. Heb je ook in de tweede lijn, maar in de derde lijn wordt daar ook weer nog scherper naar gekeken. Dus medicamenteus ook wordt er ook heel scherp naar de richtlijnen gekeken. Ja. Ja, plus je hebt natuurlijk ook veel met comorbiditeit te maken. En daar proberen we ook heel scherp naar te kijken. En daar ook een stappenplan in te maken. Niet alles tegelijk, maar heel scherp de stappen die je doet, die goed doen. Ja, dus net even een stapje verder, net een stapje scherper kijken, zeg je. Want wat is dat stukje scherper? Wat zien jullie wat anderen dan wellicht net niet goed gezien hebben? Kun je daar een voorbeeld op noemen? Of? Bijvoorbeeld soms komt iemand binnen met een dwangstoornis, met symptomen van een dwangstoornis. Die moet je wel ook zodanig behandelen. Maar we hadden laatst een patiënt die, als je daar echt op doorvroeg, bleek eigenlijk onderliggend echt een sociale fobie te zijn. Dus dat ze zich vooral heel angstig voelen in sociale gezelschappen. En dat heel erg proberen te vermijden. En daarin dat die dwang dan ook een functie om dan die nare emoties die dat opriep, wat meer te kunnen dempen, zeg maar. Dus daarin hebben we ook goed gekeken van, we gaan wel ook behandeling op dwang inzetten, maar tegelijkertijd moeten we ook heel goed ons gaan focussen op de sociale fobie, want daar zit echt de kern. Ja, dat er echt iets achter zit, achter de dwang. Ja, precies. En dat is wel leuk, want ik heb natuurlijk me voorbereid op dit gesprek en met andere behandelaren gesproken van, hoe zit het dan met angst en dwang en welke vragen hebben jullie ervoor? En waar we vaak op uitkwamen is dat ze zeiden, we vinden het zo interessant dat als het gaat om dwang, dat er zo vaak iets achter zit. Dat ik als
leek bijna begon te denken, dwang, bestaat het wel? Is het niet bijna altijd een camouflage voor, een, voor iets anders? Hoe zie jij dat? Of hoe zien jullie dat? Nou, wellicht. Ik denk als je naar de grote linie kijkt, dat je wel, nou ja, dat je wel kan spreken van eigenlijk emotieregulatieproblematiek, waar die dwang vaak een functie in heeft. En, maar dat het verschillende gradaties of typen van emotieregulatieproblematiek kunnen zijn die daaronder liggen. Je hebt meer de neurotische kant, zeg maar, waarin mensen, ja, die vinden het gewoon heel moeilijk om moeilijke emoties te verdragen en die proberen dat op die manier toch te reguleren. Maar je ziet ook de categorie mensen bijvoorbeeld met autisme spectrumstoornis, waarbij ook een kern is dat ze moeite hebben met het omgaan, herkennen en omgaan van emoties. En daarin heeft de dwang dan ook een functie. Dus ik denk dat het wel heel vaak een functie heeft. Maar dat het uitmaakt per persoon of je meer naar het onderliggende stuk gaat kijken, of dat je de dwang gewoon symptomatisch echt gaat behandelen. Ja, precies. En vaak is dat laatste toch wel het geval, omdat ze daar ook vaak de leidersdruk op hebben. Maar dan moet je ook wel echt oog hebben voor dat onderliggende stuk, omdat er natuurlijk iets anders dan omhoog komt als je dat eraf haalt. Dan is de diagnostiek daarin dus. Bedoel je dan ook dat juist het stuk waar je dan heel scherp op moet zijn? Absoluut, ja, zeker. En daten voor ook, waar ik ook wel benieuwd naar ben, gewoon depressie. Wat heeft depressie wat andere diagnoses niet hebben voor jou? Waarom vind jij depressie zo interessant? Ja, depressie heeft een beetje een slecht imago. Ik denk dat het voor veel van onze collega's wel geldt. Dat was voor mij ook zo. In mijn opleiding moest ik op verschillende afdelingen werken. En nou, vond ik het niet heel erg dat ik niet op een depressieafdeling ging werken. Dus dat speelde voor mij ook. En op een gegeven moment kreeg ik de ruimte om een eendaagse dagbehandeling op te richten voor mensen met chronische depressie, persisterende, dus blijvende depressieve klachten. En daar zag ik ook wel een beetje tegenop. Ik denk, wat moet ik met die mensen? Want ik had wel wat ervaring met depressie. En de gaandeweg zoekend naar de methode die voor deze mensen effectief was, bleek het werken met een groep hele langdurig depressieve mensen met die methode zo ontzettend leuk. Hebben we zoveel kunnen ontdekken en ook heel veel plezier kunnen hebben met elkaar. Dus het helemaal niet het karikatuurbeeld van mensen die alleen maar verdrietig of somber of boos aan tafel zitten. Maar we hebben ook echt met elkaar kunnen lachen. Ik dacht, er zit veel meer leven in. Dus dat is één aspect. Er was veel meer dynamiek mogelijk dan ik vooraf dacht. Had je een vooroordeel? Ja, best wel. Ik dacht, ik zit heel onaardig gezegd tegenover een groep mensen die zombies, alleen maar voor zich uitstaren, waar niks uitkomt. En dat was verre van waar. Er zat juist heel veel dynamiek in. Maar ja, zoals een collega van mij wel eens zei, het lijkt wel gestold. Weet je, het zit vast. En ja, de taak om als behandelaren met elkaar om daar weer wat beweging in te krijgen. En als je een methode hebt waarbij dat lukt, dan is dat ontzettend leuk om te doen. Dus ik kreeg in één keer wel enthousiasme in deze groep patiënten. En inhoudelijk, ik heb ook op de afdeling gewerkt waar Vrouwtje werkt. Angst en dwang is ontzettend leuk, omdat je met hele gemotiveerde mensen te maken hebt. Want angst jaagt ook aan om wat te gaan doen. Ik bedoel, mensen willen graag vermijden, maar ze willen er ook van af. Als je depressie daar tegenover zet, zou je kunnen denken van, het zijn mensen die, gestold, dus die zitten vast in een cocon. Maar wat depressie wel wat meer heeft, en dat is ook wel een beetje mijn persoonlijke fascinatie, is dat ze op een haast pathologische manier, een ziekelijke manier, wel stilstaan bij wat is de zin van de dingen en wat is de zin van het leven. En begrijp goed het onderscheid tussen dat vanuit een depressie doen, dus een ziekelijke manier om daarbij stil te staan, maar ook een manier waar we, denk ik, als mensen allemaal in ons leven wel mee bezig zijn, van waarom doen we de dingen, waarom zitten wij hier, waarom vinden we het leuk om dit werk te doen, en waarom blijven we dat doen. Dus nadenken over wat is belangrijk en waarom willen we dat blijven doen, is een vraag die ons allemaal bekend voortkomt. En die ik heel interessant vind. En mensen met een depressie stellen die vraag ook. Nogmaals, er is een onderscheid natuurlijk. Maar ik heb wel geleerd dat als je die vraag serieus neemt en daarop doorgaat en mensen ook helpt zoeken naar van, wat is van waarde in je leven? Wat een antwoord kan zijn op de vraag van, waarom zou ik doorgaan? Waarom zou ik doorworstelen? Dat een mooi proces is. En dat is bij mensen met depressie over het algemeen
de weg die je gaat. Ja. En er zijn allerlei uitzonderingen te bedenken, maar in grote lijn is dat wel wat me ook wel fascineert in deze patiëntengroep. Mooi. En ik hoorde je ook in het begin van je antwoord zeggen, als je een methode hebt die werkt, dat betekent ook dat er dan, en dat is natuurlijk altijd fijn als je bij cliënten doelen behaalt, dat ze ervan opknappen. Er wordt wel eens gezegd van, dat sommige mensen die zeggen dan, oneerbiedig gezegd, het voelt soms als het trekken aan een dood paard. En zeker als het natuurlijk therapieresistente depressies zijn. Maar je zegt een methode die werkt, betekent dat het bijna alle mensen bij jullie opknappen? Nee, maar het is precies dat aspect, dat gevoel van trekken aan een dood paard. Dat is het oneerbiedigste. Dat is inderdaad het gevoel wat je wil vermijden, waar je als behandelaar ook geen zin in hebt. Want dan ga je aan het eind van de dag doodmoe naar huis. Ja. Maar die methode die, in dit specifieke geval voor mensen met persisterende depressieve klachten, is een methode waarbij je dat gevoel ook mag inzetten in de behandeling. Dus waarbij je de patiënt ook een spiegel mag voorhouden van, hey, jij wil op dit moment iets. Dit wat je doet, heeft dit effect op mij? En hoe kunnen we dat? Is dat wat je wil bereiken? Of kunnen we samen zoeken naar een manier waarin je wel dichterbij wat je komt, wat je wil? En vaak is dat contact, verbinding. Ja. En dat willen mensen in hun dagelijks leven. Maar op het moment dat dat in de kamer gebeurt, kun je dat ook gebruiken. Die methode voor mensen met persisterende depressieve klachten, dat heet de CBEST-methode. Dat is een afkorting voor een ingewikkelde lange titel, maar die maakt heel erg gebruik van die elementen. Van hey, heel erg in het hier en nu, dat vind ik fijn. Wel oog voor wat ligt er onder voor kwetsbaarheid. Dus wat hebben mensen vaak al vroeg geleerd? Wat ze meenemen in het contact met jou. Mm-hmm. En hoe kun je dat wat er in het gesprek met jou gebeurt gebruiken om patiënten een spiegel voor te houden en ze te leren zich anders te gedragen, anders te doen, om beter te kunnen bereiken waar ze naar verlangen. Ze willen. Dat is een taai proces per definitie, mensen met langdurig depressieve klachten, maar dat is ook een mooi proces. En dat, zoals je het beschrijft, kan ik dat goed voorstellen. Maar is dat ook direct een advies voor mensen die minder affiniteit hebben met depressie en zeggen, ik word er zo doodmoe van? Ik denk het wel, omdat Vooral die tegenoverdracht van dat gevoel van, ik vind het vermoeiend. Maar dat herken ik wel, dat gevoel van, wat moet ik hier nou mee? Dat letterlijk onder de tafel willen zakken en denk van, ik zit het uur wel uit. En dan de volgende patiënt en hopen dat daar wat meer dynamiek in zit. Dat gebruiken, dus dat ze op een respectvolle manier op tafel leggen. Van dit is wat er gebeurt in het contact. Ja. Dat is... Dan kun je aan het werk. En dat is wel wat we willen, denk ik, als psychologen. Ja. We willen aan het werk. Ja, en daar kun je wat mee. Ja, en we willen niet, dat is wel de balans. We willen niet het werk voor de ander doen. Maar we willen wel de dingen op tafel leggen waar mensen mee aan het werk kunnen. Ja. Oh, mooi. En voor jou dezelfde vraag, vrouwtje. Wat heeft angst en dwang wat depressie of andere diagnoses niet hebben? Het is een ontzettend heterogene doelgroep. En dat geldt denk ik voor heel veel patiëntengroepen die je zogenaamd in hokjes wil stoppen. Of die je wil categoriseren. Die zijn over het algemeen sowieso veel heterogener dan dan de naam vaak doet lijken. Angst en dwang is wel echt een hele heterogene groep. nogmaals, wat ik ook straks zei. Die puzzel, zeg maar. Het op zoek gaan naar hoe zit het nou precies in elkaar. Echt het doorvragen erin. En ja, inderdaad, het voordeel is wel dat het vaak gemotiveerde patiënten zijn die echt wel ook waar vaak nog energie in zeg maar zit, ook al lijden ze zeg maar. Ja. Maar de diagnostische puzzel, dat begin, dat vind ik al heel interessant. Om daar ook samen met hun aan het werk te gaan. Van wat is nou het verhaal? Hoe zien de klachten er nou uit? Hoe is de ontstaansgeschiedenis? Wat zijn instandhoudende factoren? En waar zouden we nou nu op dit moment op moeten aangrijpen? Om eigenlijk als je naar die hele kluwen van wol kijkt, zeg maar. Wat allemaal in elkaar gedraaid zit. En welk draadje zouden we nou moeten gaan... zouden we eruit moeten trekken om om een begin te maken om er weer lijn in te krijgen? Ja. Of aan welke, je hebt ook al de metafoor van de knoppen draaien, zeg maar. Aan welke knop zouden moeten draaien, zodat die andere knoppen gaan meebewegen. En met de angstproblematiek gaan mensen juist dingen uit de weg. Hè. En ik vind het ook heel leuk en uitdagend om mensen te verleiden om de dingen te doen die ze heel, heel spannend vinden.
Ja, zodat ze eigenlijk zichzelf leren overwinnen, hun angsten leren overwinnen. En dat proces samen met hun aangaan, ja, dat is wel heel gaaf. En het is ook wel heel mooi meetbaar natuurlijk. Ja, ook dat. Ja, dat vinden we ook altijd wel fijn als psycholoog. Nee, maar inderdaad. Want daarmee kan je ook hele meetbare doelen opstellen. En niet iedereen is daarvan, maar ik vind dat wel heel prettig. En ze ook heel erg vertalen naar de thuissituatie. Dus, met name bij ons mensen in onze deeltijdbehandeling. Die zijn er wel 2 of 4 volle dagen in de week. Voor een periode van 5 maanden. Ja, dan leren ze bij ons heel veel. Maar het is juist de uitdaging om ze in de thuissituatie of in hun werk of in hun eigen sociale leven de dingen te laten aangaan die voor hun belangrijk zijn. Dus ook al gauw de vertaalslag maken naar hun thuissituatie, zeg maar. Dat vind ik ook belangrijk om oog voor te hebben. Maar het is zeker waar dat je, echt doelgericht aan het werk kan. Ja, ja. En dat lijkt me ook zo fijn, want dat het ook wel duidelijk is dat het voor de patiënt zelfvertrouwen kan geven als het weer een stapje dichterbij komt. En dat het voor de patiënt dus ook heel meetbaar is. Absoluut, ja. En dan moet je dus ook haalbare doelen opstellen. Dat is dan ook de crux, dat je ze niet te hoog inzet. Zodat ze ook vertrouwen leren opbouwen. Ja, precies. Dat ze niet vanaf vandaag op morgen iets een angst moeten overwinnen. Nee, en sommige mensen moet je juist wel verleiden om wat grotere stappen te nemen. En sommige mensen, ja, daar moet je meer bij aansluiten en toch wat... je moet altijd aansluiten, maar daar moet je kleinere stappen bij nemen. En wat betreft echt waarom angst en dwang voor jou interessant is, dat is dus ook echt wel die puzzel, die kluwe wol die je uit elkaar probeert te trekken van nou, hoe zit het nou eigenlijk? Ja, zeker, want in de derde lijn, wat Data er straks al zei, ze hebben vaak al 2 richtlijn gestuurde behandelingen gehad in de basis GGZ en de specialistische GGZ. Dus we willen niet, wij maken natuurlijk ook gebruik van protocollen, maar we willen niet vervallen in wat er eerder ook al is gedaan. Dus ook dat is belangrijk bij een intake, dat je toch ook nagaat wat is er al gedaan, wat hielp wel, wat hielp niet. Zodat we scherp kunnen insteken en toch op maat heel erg een behandelplan kunnen maken. Ja, en is het contact met de ketenpartners ook wel heel belangrijk. Absoluut. En om te weten van waar vul je elkaar aan en... waar zit misschien het gat voor de regio, wat je moet en wie vult dat op? Ja, en want de specialistische GGZ, er werken natuurlijk ook klinische psychologen en psychotherapeuten die er lang voor doorgeleerd hebben. Ja. Wanneer is het moment, dat vroeg ik net, was eigenlijk wel dezelfde vraag, maar ik ben toch ook wel benieuwd, wat is nou echt het moment waarop, kun je het beeldend maken of een voorbeeld vertellen over wanneer het nou zo vastloopt dat het bij jullie terechtkomt? Nou, het hoeft niet eens zozeer te zijn dat mensen helemaal niet opknappen van eerdere behandelingen. Maar het kan ook zijn dat ze wel eerdere behandelingen hebben gehad, maar weer recidiveren, dus terugvallen in hun klachten. Waarbij het advies dan bijvoorbeeld van de tweede lijn is waar ze eerder gaan geweest. Van nou, we adviseren bij terugval om dan toch naar het UCP door te verwijzen naar de derde lijn. Een onderscheid wat we ook nog hebben in het UCP is dat wij dus een deeltijdbehandeling hebben. Dat is de enige deeltijdbehandeling in de regio voor angst- en dwangstoornissen. Oké. Dus dat is, daarin onderscheiden we ons ook van de tweede lijn. Polyklinisch is dat ook nog wel een zoektocht, moet ik zeggen, bij ons. Wij zijn sinds 3 jaar is eigenlijk de koers bij ons aangescherpt dat we derde lijns behandelingen, dus echt tertiaire zorg leveren. Mm-hmm. Voor die tijd deden we ook wel tweede lijns zorg. En daar zijn we zelf ook nog wel zoekende in, moet ik zeggen. Op een polykliniek wat je nou eigenlijk extra biedt of anders biedt. Ja. Om een aanvulling te zijn op de tweede lijn. Ik denk belangrijk dat er dus bij ons veel kennis in huis is, waardoor het systeem denk ik ook erop ingericht om hoogspecialistisch wel te kunnen diagnosticeren en te kunnen behandelen. Inzet van verpleegkundigen, dat is bij ons ook heel belangrijk. Dus wat we ook wel zien is dat er toch heel veel gepraat is in het verleden over hun angst of dwangklachten, maar eigenlijk te weinig gedaan. En daarin proberen wij ook wel echt extra goed in te steken dat het echt doen is. Zodat ze echt die corrigerende ervaringen opdoen. Om hun ook verandering op gevoelsniveau te laten krijgen. Nogmaals, het is ook een zoektocht voor ons. Van waarin vullen we het aan? Belangrijk is ook een ontwikkeling die er bij ons nu speelt. En dat is wel echt ook tertiaire zorg, is de ontwikkeling voor... deep brain stimulation, behandel aan bod. Dus dat is dieper hersenstimulatie. En dat
Ja, dat is eigenlijk als alle mensen alle protocolaire stappen hebben doorlopen, zowel medicamenteus als psychologisch, dan kan daar ook aan gedacht worden. En nu wordt dat alleen nog maar in het in Amsterdam en Maastricht aangeboden. Dus dat is ook wel echt een aanvulling op het tertiaire aanbod in het noorden. Ja, ja, precies. En dan gaat het echt wel. En is dat dan ook al wel, want het UCP doet veel onderzoek. Er is veel ruimte voor innovatie, om nieuwe dingen te proberen. Valt dit onder een van de onderzoek en innovaties? Of is dit wel al ook echt een ervaren behandelmethode, als ik het zo mag noemen? Het is al wel een effectief bewezen behandelmethode bij dwangstoornissen. Maar het staat ook nog in de kinderschoenen. En momenteel wordt er dus ook onderzoek naar gedaan in Amsterdam. Wij gaan kijken of we daar ook een aanvulling in kunnen zijn. Oh, mooi. En daar wil ik het later in het gesprek ook nog echt over hebben. Over het stukje onderzoek. Maar ik vind het ook wel nieuwsgierig. Jij hebt ook bij angst en dwang gewerkt. Wat is voor jou het grootste verschil tussen angst en dwang en depressie? Vond je angst en dwang ook leuk? Of ja, dat is ook heel erg. Ja, ik zat net ook te denken wat ik nog steeds wel mis aan die. We hadden één keer in de 6 weken was het geloof ik, hadden we de Flooding Day. De Flooding Day. Ja, en dat. Ja, het idee van de Flooding Day was eigenlijk, ik weet niet eens, volgens mij heeft Rick het bedacht, een van onze collega's, met een goede voorbereiding, zoals je dat net ook schetste, op één dag iemand, weet je, als je angstbehandeling, dan zet je stapjes, nou, wat steeds moeilijker is. Maar op Flooding Day deed je eigenlijk het allermoeilijkste en nog liefst een stapje verder. Dat was het idee van de Flooding Day. En mensen bereiden dat heel goed voor, samen met hun persoonlijk begeleider en hun behandelaar. En dan op Flooding Day ging het los. Dus iemand die niet met het openbaar vervoer durfde te reizen, die ging dan naar Zwolle met de trein. Dat was een enorme stap. Of ik herinner me wel dat. Er was ook een speelse dag. We begonnen altijd met z'n allen op een ludieke manier om de energie een beetje erin te krijgen. Deden de behandelaren ook gewoon mee. Dus het was heel erg samen. Heel creatief, want je moest dus die hele moeilijke oefening moest je ook wel met elkaar bedenken. En hoe kon je dat nou leuk aankleden? Ik herinner me meiden die een soort verstoorde lichaamsbeleving hadden. Dus heel veel make-up droegen. Nou, dat was de enorme flooding oefening was voor hun om zonder make-up de straat op te gaan. Nou, dan hadden we wel als wisselgeld dat Rick liet zich dan opmaken door hun. En die liep daar dan een halve dag mee rond in ruil voordat zij dan de straat op gingen. Dus weet je, dat we op die manier dat met elkaar. Echt als team ook neerzetten. Ja, en met de patiënten ook. Echt als, je bent echt samen met de hele groep. Ja, echt motiverend. Ik moest toen een keer een praatje houden voor het, voor een, hoe heet het? Publieksacademie in de blauwe zaal. Vond ik hartstikke spannend. Ik zei, de eerste die een moeilijke oefening af heeft, die mag bij me komen. En dan, in ruil daarvoor zou ik dan met een clownsneus dat praatje begonnen. Nou, ik vond het vreselijk. Maar wat we altijd deden op die vloeiendag, als het gelukt was, maakte je een foto van jezelf of van de situatie. Dus ik heb toen een foto van mezelf in die clownsneus met die enorme zaal achter me gemaakt. En die heb ik ook aan de patiënten weer laten zien. Dus zo was het. Dat waren voor mij de dagen waarop je heel erg dat samenwerken aan en het meedoen. Ja. dat was heel leuk. En het zijn echt heel leuke voorbeelden, maar dat maakt ook tegelijk zo mooi beeldend dat de afstand die mensen kunnen ervaren tot de psychiatrie, dus de cliënten, de patiënten, dat dit zo'n heel mooi voorbeeld is van samen en een relatie hebben met elkaar. En Flooding Day, bestaat dat nog steeds? Jazeker. Ja. Hij staat volgende week woensdag weer op de planning. Oh, kijk. Ja. En heb jij een vergelijkbaar voorbeeld dat je ook wel eens je eigen angsten, dat je je bloot hebt gesteld in je eigen angsten met Flooding Day? Jazeker. Ik heb inderdaad wel eens met iemand, met een patiënt, op de grote markt ben ik rare liedjes gaan zingen. Terwijl die patiënt op de hoek stond en naar mij mocht kijken, zeg maar, om dat te doen. Onder de mond van modeling. Ja, dat zijn noemen ze dan van de shaming oefeningen. Ik heb wel eens een banaan uitgelaten aan een touwtje en dan net gedaan als het een hond was. Door de Herenstraat. In het forum met mensen met hoogtevrees. Dat is ook niet echt mijn favoriet, maar daar ga ik toch mee. En dan geef ik ook wel iets kenbaar van mijn eigen binnenwereld. En Dat is leuk. Want weet je, als je dat denkt van wat leer je daar nou van? Of zoiets geks doe je toch nooit? Waarom zou je dat moeten leren? Maar dat voorwerk en dat gepuzzel van waarom is het nou zinnig om
met een touwtje een banaan uit te laten. Waarom is dat toch een zinnige oefening en de patiënten daarin meenemen? Ja. Dat doen ze bij angst en dwang echt voortreffelijk, vind ik. Goed, een goede rationale voor ontzettend moeilijke dingen. Ja. Ja. Maar eigenlijk heb jij nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag. Wat nou het verschil is, hè? Tussen, wat het grootste voor jou verschil is tussen Dat is wel, ja, dat samenwerken. Ja, dat ga ik even heel grof generaliseren. Ik vind de uitdaging bij mensen met een depressie is om de verbinding weer te vinden. Mensen zijn in de cocon gestold en missen, naar mijn mening, echt de verbinding. En de levensader is die verbinding met andere mensen. Dus het grote werk bij depressie is die verbinding weer op gang brengen. Bij angst en dwang, en dat mis ik wel, is die verbinding er wel? Ik bedoel, ze zijn allemaal bang, het is allemaal op een andere manier, maar ze willen er allemaal wel aan werken. En dan heb je ook nog een team wat ontzettend leuk samenwerkt, waar echt ook de energie in zit en de creativiteit. Nou, dat mis ik wel bij, daar heb ik goede herinneringen aan bij angst en dwang. Ja. Maar dat is wel echt patiënt-eigen, denk ik. Want dat, weet je, het team bij depressie is net zo gemotiveerd, maar je steekt echt in op een ander niveau. Ja. De andere dingen zijn nodig. Ze zeggen wel eens dat de cliënten, patiëntenpopulatie waar je mee omgaat, dat zegt iets over de afdeling van de mensen die er werken. En als we het dan hier nu ook zo over hebben, het verschil in dat je echt... En waar je het persoonlijk maakt. bij jou heb ik het nog niet zo kunnen ervaren, inderdaad. Maar je komt er mij niet heel depressief over. Nee. Maar... ik kan me voorstellen dat je op zo'n flooding deed dat je dan de grootste lol ook wel hebt met elkaar. En dit is dus ook een kans om depressie te laten zien van dat het niet zo zwaar hoeft te zijn. Of is dat misschien dan toch wel zo? Nou, weet ik niet. Het is wel zwaar, maar ik vind de thema's in een depressie, vind ik wel, wat ik net ook zei, die vind ik wel, die spreken me aan. En dat zegt ook wel wat over hoe ik... Ik sta niet zwaarmoedig in het leven, maar de vraag van waarom doe je de dingen die je doet en waarom zijn die waardevol voor je, dat vind ik wel een belangrijke vraag. En ik zeg wel, never waste a good crisis. Mensen in een depressie komen op hun allerrottigste moment bij je. Ja. En er moet heel veel gebeuren en je moet ze beschermen soms. Ik werk op een opnameafdeling, dus dat betekent dat mensen echt uit... Ja, dat is een soort, de best slechte keuze, zeg maar. Je haalt mensen uit het systeem, je beschermt ze tegen zichzelf vaak. Maar ze komen in een diepe crisis. En als je gaandeweg contact kunt maken en mensen komen tot besef wat er gebeurd is... en ze worden overspoeld door wat ze... meemaken of meegemaakt hebben. En mensen komen tot een stukje inzicht. En vanuit het inzicht gaan ze zien van... wat zijn de dingen die belangrijk zijn? Wat kan ik wel, wat kan ik niet of wat kan ik niet meer? Mensen daarin begeleiden en ze aan de hand nemen. Dat is een mooi werk. Ja. Ja. Ja, en dat is misschien ook wel mooi dat we het erover hebben. Want dan gaat het dus niet over het zwaarmoedige ervan. Maar juist om de vragen die erachter zitten. Van wat... De ja. existentiële vragen. Ja. Ja, en wat ik bij depressie... Maar dat is wel... Kijk, niet... Wij zien maar een klein groepje van de depressieve patiënten. Heel veel mensen knappen gewoon goed op van de reguliere behandelingen. De mensen die wij zien, die zeker op een opnameafdeling... die zitten op het slechtste punt in hun leven. Mm-hmm. Die zitten in die cocon. En de eerste stap die je moet doen is contact maken. En persoonlijk vind ik dat... Een enorme uitdaging. En dat is niet per se verbonden aan de depressie. Maar bij depressie is dat wel wat moeilijker. Die cocon moet je openbreken. Daar moet wat ontstaan. Maar goed, dat heb je ook met mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Weet je? Er moet eerst contact komen. Ik vind dat een hele leuke kant van het werk. Dat is bij de patiënten die ik zie, is dat wel de eerste stappen die we moeten nemen. Ja. Ja, en misschien een goede aanvulling is dat ik heb de polykliniek depressie gewerkt. Is dat het inderdaad ook weer een andere gradatie is. En dat je inderdaad mensen met depressieve klachten niet ook zeker niet over één kam kan scheren. Maar op de polykliniek is ook juist weer die puzzel heel erg belangrijk. Hè? Want dan zitten mensen over het algemeen minder diep in crisis.
ja, dat maakt het daar op een polykliniek bijvoorbeeld ook weer heel diagnostisch ook uitdagend. Ja. Hoe moet je daar nou tegenaan kijken? Wat is daar inderdaad het aangrijpingspunt? Ja, ja. Dus dat je daar ook dezelfde puzzel hebt. Ja. Nou ja, nou ook om even te differentiëren. In het UCP, we hebben een opnameafdeling. We hebben een deeltijd, zoals Data net al schetste, ook voor depressie. Twee type deeltijden eigenlijk nog. En nog ook een polykliniek. Dus ook daar zit weer heel veel gradatie in. Ja, veel verschil in. Ja. Ja. Misschien wel een leuk moment ook om over de ontwikkelingen te beginnen. Over de onderzoeken. Kun je iets vertellen over... laat ik zo zeggen, wat is tot nu toe de best werkende innovatie die jullie op dit moment aan het toetsen zijn? Kunnen jullie daar iets over zeggen of is er iets wat er omhoog komt? Ja, en dat vind ik echt wel leuk aan het universitair centrum. Dat er constant gezocht wordt naar wat zou ons een stapje verder kunnen helpen. Echt niet de gouden pil, maar wel hoe kunnen we nog een stap verder komen. Wat gaan we met de mensen doen die niet opknappen van de dingen die we nu allemaal al hebben. En dat zijn heel veel. Kijk, we maken wel een beetje een onderscheid. Je kunt de biologische kant verder innoveren, maar ja, de psychologische kant ook. Waar ik zelf veel energie in steek en waar we veel mee bezig zijn, is hoe krijgen we in die hele complexiteit, waar je net ook bij heeft, al dat gepuzzel over die patiënten en met die patiënten, hoe krijg je voldoende de goede informatie uit het leven van die mensen in de behandelkamer, hè, waar gepuzzeld wordt. Nou, een van de manieren waar we in het UCP ook echt op kop lopen is dat we methode hebben ontwikkeld waarbij we een hele gepersonaliseerde vragenlijst die patiënten maken samen met hun behandelaar van allerlei aspecten die van belang zijn op dat moment in hun leven. En dat kunnen klachten zijn, maar dat kunnen ook activiteiten zijn of sociale contacten die ze hebben. Zo'n gepersonaliseerde vragenlijst wordt het voor ze klaargezet. En die vullen ze gedurende een periode van 2 of 3 weken. Bijvoorbeeld 3 of 5 keer per dag in. Gewoon terwijl ze hun dagelijkse dingen doen. En die informatie, die enorme hoeveelheid informatie uit het dagelijkse leven van de patiënt. Om dat in de behandelkamer te krijgen. En dat als soort puzzelstukjes te gebruiken. Van hoe hangen die dingen nou met elkaar samen? En dan hebben we het geluk dat er nu allerlei statistische methoden zijn. Waarbij we ook die verbinding, die samenhang tussen die puzzelstukjes kunnen visualiseren. En daar samen met de patiënten naar kijken. En inderdaad zeggen van nou, dan moeten we aan die knoppen gaan draaien. Dan, die somberheid die staat voorop. Maar het is het gevoel dat je het steeds fout doet. Dat is de knop en daar moeten we onze interventies op richten. Nou, dat proces van samen die informatie van het dagelijks leven in de behandelkamer krijgen en een goede uitleg formuleren voor de behandeling die je gaat kiezen. Dat is een van de innovaties. Therapieonderzoek, dat loopt nu. Dat is een gecontroleerde studie. Naar of dit wat bij kan dragen. Juist bij die complexiteit van mensen met een depressie in de behandeling. En of dat wat meer effect geeft. En wat ik daar vooral ook echt wel heel mooi aan vind, is dat ik hoor vaak ook van behandelaren. Marco Kleen zei het vorige keer. Je hebt dit contact met patiënten of cliënten. Het is maar zo kort in een week. Het echte herstel gebeurt daarbuiten. Ja. En dat het echt een black box is van wat daar dan gebeurt. Behalve wat de cliënt vertelt. Ja. Dit is dan wel echt een hele mooie manier. Ja, en dat is ook de realiteit. Mensen lopen de deur uit en stappen op hun fiets. En hun normale leven begint weer. Weet je, in die zin, zeker op een polykliniek is dat zo. Dus als je wat meer zicht krijgt op dat alles wat daar buiten gebeurt. En je kunt dat beter integreren met wat je de mensen wilt leren. Dan zou dat een enorme winst kunnen zijn. Nou, daar zijn we nu ter ziekenhuis voor. Dat we dat moeten onderzoeken of dat ook werkelijk zo is. Maar daar ben ik heel hoopvol over. En dat is dan zo'n psychologische innovatie. Waar we mee bezig zijn. Met een heel technisch stuk. Maar er zijn ook allerlei biologische innovaties. En ik vind wel. Ik ben wel nieuwsgierig om het nog wel iets verder uit te diepen. Want wat zijn dan de vragen die jullie dan stellen aan de cliënten? Kun je daar beeld bij geven? Nou, je zoekt een beetje naar. Weet je, dat woord puzzel is hier al heel vaak gevallen. Dus je hebt vragen en dat kan zijn over hey, hoe voel je? Nou, je hebt de standaard emoties. Ben je bang, boos, bedroefd, verdrietig? Soms zijn patiënten eenzaam. Dus hoe eenzaam voel je dit op dit moment? Met wie ben je? Vond je het gezelschap prettig? Was je liever alleen geweest? Wat heb je gedaan? We hebben standaard de vraag erin van wat heb je in de afgelopen of sinds de vorige
BIEP noemen we dat dan, sinds je de vorige lijstje hebt ingevuld. Wat heb je meegemaakt? Was het positief of negatief? Hoe positief negatief was het? Hoe belangrijk was het? Er ook een beetje van uitgaat dat als ik het over depressie heb, onze stemming niet bepaald wordt door een onderliggend depressief iets, entiteit, maar dat het de complexiteit en de interactie van allerlei factoren is die mensen de fluctuaties in stemming geeft. En dan zijn die dagelijkse voorvallen, positief of negatief, zijn van groot belang. En dat zien we nu ook in die studie, dat mensen krijgen de ruimte om dan op te schrijven wat die gebeurtenis was. En dan krijgen we in één keer een inkijkje in het dagelijkse leven van een patiënt. Een patiënt die zegt van ja, ik kreeg de roosters voor de kerst en ik moest er beide dagen werken. En je ziet daarna een enorme piek in de somberheid. En je gaat puzzelen en je ziet dat de opvatting van ik heb iets fout gedaan enorm toeneemt in de aanloop daarnaartoe. Na het krijgen van het rooster. Denk van ja, wat gebeurt hier? Je hebt niks fout gedaan. Je krijgt een rooster. En toch triggert dat bij jou het idee dat je het fout hebt gedaan en je wordt hartstikke somber en verdrietig. Nou, daarover in gesprek gaan, samen met de patiënt. Ja, dat geeft heel veel stof tot nadenken en ook, ja, soms ook heel specifieke interventies. Ja, want ik kan me voorstellen, normaal ben je afhankelijk van wat een patiënt inbrengt. Van, ja. En dat je moet geloven dat dat de trigger is geweest om waarom iemand dan. Ja, maar we weten dat dat onbetrouwbaar is. Want als ik jou vraag, hoe voelde je 3-4 dagen geleden? Nou ja, dan is me net wat je in het zin schiet. Het is me net wat je net hebt meegemaakt. Hoe je er nu bij zit. Dus dat wordt heel erg bepaald door allerlei factoren. Ja, en dus het zegt heel weinig. Ja. En als we meer fijnmazig kunnen peilen steeds hoe het met iemand gaat, in welke context, dan ja, geeft dat veel meer informatie. Ja, en kun je dus veel beter iemand helpen? Dat hopen we wel, ja. Dat moet nog blijken. Ja, maar de eerste resultaten zijn goed. De ervaring van de behandelaren die hier aan meedoen met hun patiënten, die zijn over het algemeen positief. Ze zeggen van, hey, ja, het helpt om zo samen te puzzelen en samen naar die hoeveelheid informatie te kijken. Ja, en, want ik kan me ook goed voorstellen dat je in dit geval ook echt wel veel verschil merkt met de behandelingen die je zonder dit middel doet en met. Nou, het is niet zo dat je heel anders behandelt, maar het geeft je wel, vind ik, dat is mijn mening, het geeft je een goed verhaal van waarom gaan we nu iets doen. Als iemand somber wordt van een vakantierooster en het lijkt te maken te hebben met van ik doe het weer fout, dan ben ik benieuwd hoe in hemelsnaam iemand geleerd heeft dat als er iets buiten haar om gebeurt, dat zij het idee heeft dat ze het fout doet. En dat is een gesprek wat je kunt gaan voeren. En dat kun je gaan uitpluizen. En dan kun je misschien wat sneller, dat zou kunnen, maar dan kun je interventies kiezen of dan kun je behandeling kiezen die zich daarop richt. Ja. Die opvattingen veranderen, dat gevoel wat kunnen veranderen. En wat ik ook, de gedachte die ik ook heb, mensen moeten het wel invullen natuurlijk. En 5 keer per dag is best veel. Ja. Ik probeer mezelf wel eens gewoon te aan te leren. Dat is best uitdagend. Ja, nee, maar dat gaat heel goed. Daar zijn we ook verrast over. En ik dacht van, nou, we zijn ooit begonnen bij Angst en Dwang. Met een aantal om te proberen. Nou, ik dacht van, nou, die willen wel. Dat zijn allemaal neurotische mensen. Nou, dat klopt. Die deden het allemaal wel. Maar ook de depressieve patiënten, ze vullen het goed in. En dat komt naar mijn mening wel omdat het zijn vragen die gesteld worden, die ze zelf geformuleerd hebben met hun behandelaar over hun dagelijkse leven. Dat is wat anders dan dat je vraagt van, hoe vrolijk ben je? Niet of heel erg. Of algemene vragen, hoe actief ben je geweest? Ja, dat is niet persoonlijk. Dus hoe persoonlijk je die vragenlijst kunt maken, hoe beter het lukt voor patiënten ook om hem langdurig vaak per dag in te vullen. En net bij Angst en Dwang hadden we het over motivatie. Over motivatie, toen noemden we dat mensen over het algemeen wat meer bereid zijn om het aan te gaan. Maar dan merk ik bij deze patiënt ook dat ze daar dus wel echt hard aan werkt. Maar wat vrouwtje net zegt, het is een onderscheid tussen ook een beetje de fase waarin ze in hun ziekteproces zitten. Als ze in de opname zitten, dan is dit veel minder zinnig. Dan zitten ze in die cocon. Ja. Als ze op een poli zitten en een dagelijks leven hebben, dan heeft dit veel meer kans van slagen. Ja, in ons voorgesprek had je het over de verschillende fases waarin je met de cliënt zit. 3 waren het, geloof ik. Ja, je zijn er meer, maar je kunt inderdaad wel een soort onderscheid maken met in het allerziekste geval. Dus in zo'n opname zitten mensen in
een fase waarin ze helemaal afgesloten zijn. Nauwelijks besef hebben van plek en tijd. En ja, dan is de eerste interventie dus ook heel erg dat contact maken. En dan komt de fase waarin dat contact ontstaat, maar ook een soort blik open gaat. En ze ook ja, schrikken en zien wat er hun overkomen is. Dan komen al die heftige gevoelens van schaamte en schuld en verdriet te komen dan boven. Nou, dan bied je als team veel meer containment. Dus verbinden, of nou ja, dan ondersteun je iemand heel erg. En na die fase komt een moment van uitleg van waarom is het me overkomen en waardoor is het me overkomen en waardoor is het misgegaan. En dan kan ook de psychotherapie beginnen. Dan is eigenlijk krijg je voet aan de grond voor psychotherapie in welke vorm dan ook. En die fase, ja, dat is een soort blauwdruk die veel patiënten doorlopen, die van opname tot poli doorstromen, zeg maar. Ja, mooi. Ik vind dit echt al een heel mooi voorbeeld. Angst en dwang. Kun je daar ook vertellen over een onderzoek waarover je enthousiast over bent of waar je nieuwsgierig naar bent? Ja, er is nu niet iets wat actueel loopt, maar we zijn wel bezig met voorbereidingen. We willen gaan kijken of virtual reality mogelijk iets kan toevoegen aan. We zijn nu bezig met vooral dwangbehandeling. We zijn nu wat aan het pionieren, zeg maar, in de vorm van een pilot. En willen dat op termijn wel ook iets serieuzer gaan opzetten. Om daar echt iets over te gaan schrijven en naar de effecten daarvan te kijken. Dus dat is iets wat waar we mee bezig zijn. En ik kan me er wel een voorstelling bij maken. Maar kun je beschrijven wat jullie dan gaan doen met de VR-bril? We zitten eigenlijk een beetje vanuit twee concepten te denken. Je kan mensen in dus de virtual, in de VR blootstellen aan aan een situatie die ze in het echt nog te spannend vinden om aan te gaan. Of waarbij ze nog eigenlijk de vaardigheden wat missen om dat goed aan te gaan. Bijvoorbeeld, dan moet je denken aan een sociale fobie bijvoorbeeld. Hè? Mensen die in een café komen of op straat komen en iemand gaan aanspreken. Mensen die in het openbaar vervoer komen en daar bijvoorbeeld ook allerlei smetvrees ideeën bij hebben. En daarin gewoon zichzelf vrij bewegen zonder allerlei dwanghandelingen te doen. Dus dan eigenlijk is dat exposure aan dat wat ze eng vinden en dat wat ze in het dagelijks leven grotendeels vermijden. En een andere variant waar we wat over aan denken zijn, is om te kijken of mensen met een dwangstem bijvoorbeeld ook in gesprek kunnen gaan. Dat ze op de een of andere manier zich weerbaarder kunnen voelen. Want een dwangstem kan ook letterlijk soms als een als zo'n duiveltje, zeg maar, ervaren worden, waar ze steeds weerstand tegen moeten bieden. En om te kijken of we in die VR mensen weerbaarder kunnen maken tegen die dwangstem. En hoe gaat het dan? Want die dwangstem die zit in het hoofd van een patiënt. En wat doet VR dan om dat uit te dagen? Of om dat... Die gaan we dan in de vorm van een avatar maken. En die avatars kan je allerlei identiteiten laten aannemen. En kleuren en stemmen. En dan mag de patiënt aangeven wat het meest passend is. Wat het meest lijkt te passen. En die laten we dus ook echt in de vorm van een avatar een positie innemen. Dus dat ze ook letterlijk dat kunnen zien en kunnen horen via de koptelefoon. En dan spelen wij als behandelaar, dat bespreken we ook allemaal voor. Wat zegt die stem dan? Hoe wil je daarop reageren? Wat wil je doen? Wat kan de stem nog meer zeggen? Dus die stem is dan eigenlijk de exposure in de vorm van een avatar. En dan laten we mensen oefenen om zich daar beter staande tegen te houden. En soms ook bijvoorbeeld letterlijk om die avatar kleiner te laten worden. Ja, dus in het begin ervaren ze die heel groot en zijn zij klein. Maar door zichzelf steeds groter op te stellen, wordt die avatar bijvoorbeeld ook kleiner. Dus dan visualiseer je dat. En dan, mensen ervaren wel ik heb het nu in 3 keer, een aantal keer gedaan bij 3 patiënten. En ze ervaren wel echt iets in een verandering in de gevoelsbeleving. Dus dat is heel interessant om daarop door te gaan. Nadenken, conceptueel en theoretisch van hoe kunnen we hier iets een goede case study over schrijven. Of een goed onderzoek op uitzetten. Ja. Maar goed, dat staat dus nog echt in de kinderschoenen ook. Ja, het wetenschappelijk aspect, dat is dan, of het onderzoeksaspect, dat staat in de kinderschoenen. Maar jullie zijn wel
aan het testen. Ja, en het vloeit voort bij ons ook. We werken samen met de afdeling psychose. Daar hebben ze veel ervaring al met VR bij stemmen. En daar is het wel ook echt effectief bewezen. Dus het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Maar we gaan nu dat door proberen door te trekken naar onder andere OCD. De dwangstoornis. Oh, mooi. En deze mensen met dwangstemmen. Kun je daar een voorbeeld van geven waar mensen last van hebben en hoe dat zich uit in hun dagelijks leven? Ja, het zijn natuurlijk meestal dwanggedachten. Ik sprak net even over een dwangstem, omdat we het dan in zo'n avatar wat explicieter en meer op afstand zetten. Ik kan me herinneren natuurlijk dat Marco Kleen, die was hier ook vorige keer. En die vanuit de act, het heeft ook wat act-elementen. Dat je letterlijk probeert het op afstand te zetten. Wat meer ego-distone te maken. Dus in plaats van dat mensen het heel erg als beleven als iets van zichzelf. Ja, de vormen van dwang dwanggedachten die mensen kunnen hebben. Dat gaat van, als ik hier nu iets aanraak, dan... En iemand anders raakt het aan, dan besmet ik de ander. Dus de angst om de ander te besmetten, angst om zichzelf te besmetten. Het kan eigenlijk heel veel. Ik schiet er bijna van stil, omdat ik denk, het kan zo breed zijn waar mensen bang voor kunnen zijn en waaromheen ze dwanghandelingen verrichten. Het zit vaak wel in de besmettingshoek, maar je hebt ook mensen met allerlei seksuele intrusies of agressieve intrusies. De not just right dwang heb je. Dat is mensen waarbij het altijd goed moet voelen. Dus als het dan niet goed voelt, dan gaan ze maar door met dwanghandelingen totdat het goed voelt. Menno Oosthoff heeft een hele, in zijn boek Vals Alarm, heeft een hele indeling gemaakt naar type dwang. Die heeft daar heel veel gradaties in aangebracht. Oké, dus voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, is dat een goede... Ja, dat is een goed boek om te lezen, zowel voor professionals, maar zeker ook voor patiënten of omstanders, voor hun partners of familieleden. Ja, laagdrempelig en interessant boek om te lezen, ja. Ja, en VR, wat ik ook wel mooi vind daarin, is, wil je het zeggen? Nee. Oh, ik zeg tegen diep. Oké. Ik ben een keer op bezoek geweest in de FPK in Assen. En daar gebruikte ze het ook cliënt alvast te oefenen om naar buiten te gaan. Hoe het straks is om weer naar buiten te mogen als je zo lang binnen hebt gezeten. Mm-hmm. Het is echt een mooie manier om echt de realiteit... of om een laagdrempelige manier om het te toetsen. Ja, want het voelt echt wel heel echt. En dat wordt ook steeds... het wordt steeds geavanceerder gemaakt, waardoor de realiteit het steeds realistischer is. Ja. Maar zodra je die bril op hebt en die koptelefoon op hebt, natuurlijk die avatars, daar kan je nog van alles van denken van dat is niet echt. Maar toch de beleving en ik denk ook echt de sensaties die het bij mensen oproept. Ik vermoed ook zelfs gewoon op processen in de hersenen dat het echt wel veel dichter bij de realiteit komt dan dat je het in een rollenspel doet in de kamer. Bijvoorbeeld met een therapeut. Als ik het uit persoonlijke ervaring spreek, dan voelt het heel erg. Ik wil het even hebben over een vooroordeel. Als ik met mensen praat over het UCP, dan hoor ik vaak ook wel dat ze denken, het kan wat hiërarchisch aanvoelen. Want je zit toch in een ziekenhuissetting. Vooral vanuit het verleden dat de artsen wat meer de leiding hebben. Hoe kijken jullie daarnaar? Dat is wel een leuke vraag. Ja. Ik hoor hem ook wel. Mensen inderdaad het idee hebben van... moet je weer onder een arts werken? Uitzondering daar gelaten. Ik denk dat over het algemeen... mijn ervaring is in ieder geval dat nauwelijks nog speelt. Uitzondering daar gelaten. Ik vind het een... op het moment hebben we sinds een geruime tijd, zeker met onze nieuwe afdelingshoofd, een cultuur waarin heel erg samen wordt opgetrokken. Heel erg erkend wordt wat elkaars specialisme is. En daar wederzijds gebruik van wordt gemaakt, wat laagdrempelig is. Dus ik herken me niet in dat vooroordeel. Ik vind het juist het tegenovergestelde van hoe kunnen we samenwerken. Ik sprak pas de psychiater in mijn team en ik stelde hem dit ook zo, dit vooroordeel. En zegt, het klopt wel. We proberen het al een hele tijd, maar we krijgen jullie er niet meer onder. Dus misschien is het ook wel een beetje veranderd. Nee, maar zonder gek. Ik denk dat mogelijk in het verleden wel, maar dat het echt een achterhaald vooroordeel is. Wat ik in ieder geval op dit moment, en ik loop een tijdje al sinds 2006 in het UCP rond, al niet meer
zo ervaren. Nee, maar ik heb ik loop nu 6,5 jaar rond en ik merk wel verandering. Ja. Ja, dus dit is inderdaad wel een proces. En ja, vanuit het idee dat het eerder ook een ziekenhuis heeft. Het is een ziekenhuis, het is onderdeel van een ziekenhuis. Dus dan krijg je al gauw een ziekenhuismodel, hè, een medisch model. Is het misschien ook niet gek dat het ooit zo geweest is. Maar daar is men zich nu veel meer bewust van. En met veranderingen ook in de GGZ kan ook zo'n ziekenhuissetting niet achterblijven. En het UCP is officieel ook een GGZ-instelling. En ik denk dat het ook heel erg uitmaakt hoe je daar zelf mee omgaat. En ik denk dat dat in de tweede lijn eigenlijk niet anders is in de specialistische GGZ. Het maakt ook uit hoe je jezelf, denk ik, positioneert. Zolang je de samenwerking zoekt, vind je me over het algemeen. Ja, en dat, weet je, we hadden het net over die innovaties. En dit is ook zo, het is van oudsher een ziekenhuis. De oriëntatie was van oudsher heel biologisch. Dus er werd vooral gekeken van hoe kunnen we op een biologische manier ernstig zieke mensen beter maken of verder helpen. Veel innovaties. Kijk, we hebben het net over innovaties die heel dicht bij ons vak liggen. Ja. Er zijn ook innovaties. Nou, die brain stimulation, dat is natuurlijk een hele biologische ingreep. Maar wat ook niet kan zonder een psychologische behandeling daaromheen. Binnen de depressie hebben we nu een aantal biologische innovaties waarin we onderzoeken lopen naar het effect van psilocybine. Dus heel plat gezegd de paddo's. Naar ketamine, wel bekend uit de party drug. En dat zijn hele biologische innovaties. Dus mensen die al heel lang depressief zijn en al van alles geprobeerd hebben. Allerlei medicatie die kunnen nu meedoen in een onderzoek. Waarin we kijken wat is nou het effect van ketamine of psilocybine. En daarbij zien we ook als behandelaren dat het wat doet. En dan is er ook de ruimte om te zeggen van en die psilocybine-studie, die paddo-studie, die is er heel erg op ingericht dat je onder invloed van zo'n trip allerlei dingen ervaart. En die worden in de psychotherapie die daar omheen plaatsvindt geïntegreerd in, nou ja, je nuchtere doen, zeg maar. Ja, het is heel multidisciplinair opgezet. Ja, en dat vind ik echt. Er wordt niet meer gekeken naar één aspect van dat ziek zijn. En ik vind dat nu met die ketamine ook. Een aantal patiënten hebben dat nu gebruikt. En dat is een mooie studie die nu loopt. Maar ik zie ook dat het wat doet in de gesprekskamer. Dus als een patiënt in die trial zit, waarin ze 1 of 2 keer in de week ketamine krijgen, dan zie ik dat in de gesprekskamer veel meer openheid ontstaat. Dat de weerstand die patiënten hebben bij het voelen van allerlei nare dingen, dat die soms wat afneemt. Wat heel beangstigend kan zijn en ontregelend. Maar als je dat in de gesprekskamer, in de psychotherapie kunt integreren en patiënten daarbij kunt laten komen, dan is die openheid in één keer, ja, dan maak je een enorme slag. Dus ik denk juist in het ziekenhuis waar we nu zitten, wat oorspronkelijk biologisch georiënteerd is en ook innoveert op biologisch gebied, wordt nu heel, heel erg die samenwerking gezocht tussen de disciplines. Ja. Ja. En misschien ook leuk, die deep brain stimulation, dat is dus een van de belangrijkste innovaties die ook op de rol staat voor afdeling angst en dwang. De werkgroep die daarmee bezig is, die bestaat uit alle disciplines die daar een betrokkenheid bij hebben. Dus vanuit de psychiatrie ben ik als klinisch psycholoog betrokken. We hebben een verpleegkundige die is betrokken en de psychiater. En afdelingshoofd is betrokken, maar we werken samen met de neurochirurgie in de somatiek. Ja. En ik merk, ieder stem is even belangrijk. En ieder stem wordt gewaardeerd. En ook daarin wordt er dus heel erg samengewerkt. En het klinkt er ook wel alsof het echt wel dat iedereen er bewust van is, dat iedereen zijn eigen bril op heeft. Dus zijn eigen perspectief heeft vanuit zijn eigen vak. Ja. Zeg ik dat zo goed? Zeker, zeker. Ja, want ik weet nog in zo'n samenkomst, toen ging het ook over hoe om te gaan bijvoorbeeld met inclusie en exclusiecriteria en hoe om te gaan met suicidaliteit bij iemand als iemand gevraagd heeft naar DBS. En dan zie je echt heel duidelijk dat mensen van de neurochirurgie echt een beetje naar ons kijken van ja, hoe ga je daarmee om? En, en dus die willen dan input van ons. En je bent inderdaad heel erg je bewust van je eigen vakgebied, maar ook van de grenzen van je eigen vakgebied. En om daar dus de input van, daar heb je de input van de ander voor nodig. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk heel mooi als iedereen daar nieuwsgierigheid naar heeft, naar het andere vakgebied en hoe dat samenwerkt met elkaar. Ja. Met je eigen vakgebied en dat van een ander. Ja, dat klopt. En dat met die deep brain stimulation is met de somatiek, zoals we dat al noemen. We krijgen nu zo'n medisch-psychiatrische unit, waarbij
wat een beddenafdeling wordt voor mensen met somatisch lijden, dus die verpleegd moeten worden, maar ook ernstige psychiatrische klachten hebben. Dus weet je, dus dat, daar ga je ook die samenwerking weer opzoeken met de somatiek, met ieder zijn expertise. En nou, dat vind ik heel erg leuk aan het UMCG, ja. Die diversiteit. Ja, en ook omdat je natuurlijk zoveel kennis in huis hebt ook. Ja, maar het is niet de bedoeling dat het intimiderend is. Want ik merk dat... ik denk dat het heel goed is om te realiseren dat je dit soort dingen samen doet. Weet je, ik weet een stukje, vrouwtje weet een stukje. We zijn allemaal heel nieuwsgierig naar elkaar en wat we weten. En dat maakt dat we dingen kunnen ontwikkelen die mensen met complexe problematiek mee kunnen helpen. Ja. Ja, dat zei ik ook in het voorgesprek. Het is niet nou per definitie dat wij of iemand die daar werkt per definitie beter. Het is de context die zo is ingericht, waardoor je elkaar een soort van toch uplift. Waardoor je elkaar beter maakt. Of gezamenlijk tot wat hoger op komt, zeg maar, of verder komt. Ik denk dat er relatief veel ruimte is om te leren. We hebben zeker 1 of 2 keer in de week zijn er bijeenkomsten waarbij vergrootglas wordt gelegd op dan wel een patiënt, op een casus of op een onderwerp. Deze week was een praatje over wat was een depressie en autisme, die combinatie. Nou, dus iemand die verdiept zich daarin en die presenteert daarover. Nou, en dan zie je dat iedereen die geïnteresseerd is kan aansluiten. Ja, weet je, en dat pik je dan weer mee, dat stukje kennis. En zo zijn er, nou, ik denk zeker 2 keer in de week wel bijeenkomsten. Ja, en dat is wel heel mooi dat je het zegt. Want om het echt een vooroordeel te noemen, dat is misschien te groot. Want ik heb het wel eens gehoord van mensen die zeiden van, nou, UCP, dan moet je wel echt heel goed zijn. Dat ze het idee hebben van, nou, daar zou ik zo door de mand vallen, want... ik doe maar wat. Ja, dat idee heb ik ook nog steeds. Precies. En dat is leuk dat jullie het zeggen. Want Marco die zei het vorige... Marco Kleen zei de vorige aflevering ook... dat hij dat gevoel ook eigenlijk steeds meer heeft. maar dat het juist ook dus echt wel een setting is... van leren van elkaar. Ja, absoluut. Ja. En misschien ook wel... en ik weet niet of dat een verschil is tussen disciplines ook... maar ik vind wel artsen zie je wel sneller risico's nemen, zeg maar. En dat moedigt ook wel aan, niet rücksichtloos risico's, maar wel jezelf uitdagen. Dat je toch jezelf blijft uitdagen om steeds weer wat meer te leren of iets spannends aan te gaan. Misschien dat ook wel uitmaakt om dan toch je grenzen te verleggen en verder te komen. Ja, en er is wel een verschil tussen de disciplines. Ik denk, psychologen die zijn echt in de traditie van Descartes. Alles betwijfelen. Dus wij zijn veel twijfelender. Dat zit een beetje meer in onze natuur, denk ik. Gereserveerder. En dan is het echt zo? En zijn er nog alternatieve verklaringen? En moeten we het niet toch nog van de andere kant bekijken? En artsen zijn wat meer opgeleid om te stellen, denk ik. Dit is het. En zo laten we dat eerst proberen. En dat is een karakterverschil haast in de disciplines. Wat ik nu inderdaad ervaar is heel erg dat heel samen tot iets moois komt. Maar wat misschien in het verleden wel was, dat de artsen misschien goed ging. Ja, bepaald. Misschien zijn de culturen dan wel dichter bij elkaar gekomen. Dat zou ik, als je het hebt over de wat meer bedachtzame psychologen, om het even zo te noemen, en de meer daadgedreven artsen. Ik weet niet. Ik denk bij ons dat we meer op de hoogte zijn van elkaars vakgebied, van elkaars expertise. En dus meer weet hoe je elkaar kan aanvullen. En ik merk ook in de praktijk, als je de verbinding aangaat, als je de samenwerking zoekt en laat zien wat je kan toevoegen, zeg maar, dat ook uitnodigt om een volgende keer weer gevraagd te worden bij een casus van hoe kijk jij hiernaar bijvoorbeeld. Hè? Met jou dus ook toch jezelf ook wat laten zien. Zonder... het als alwetend neer te zetten. Want inderdaad, nog steeds blijf ook ik twijfelachtig of beschouwend. Heb ik ergens meer, hoe verder je juist in de opleiding bent gekomen, hoe meer je ook weet wat je niet weet. Of hoe meer bescheidenheid je ook in gaat nemen. Maar wel laten zien wat je ook wel in huis hebt. En dat ook aanvullend is op wat, in dit geval, psychiaters kunnen. Ja. En kennen. Ja.
Ja, en dat vind ik dan wel echt een mooie gedachte. Dat je dus elkaar, dat het beseffen is dat je elkaar aanvult. Ja. En ja. Dat je beide kennis hebt die wat een. Nou, dat je weet dat je elkaars kennis niet hebt, maar dat je elkaar aanvult. Nee. Weet je, we hebben. De UCP heeft de speerpunten, dus bepaalde diagnosecategorieën worden daar primair behandeld. Maar dus, nou ja, wat zei die complexiteit waar we het in het begin over hadden, die zit in allerlei. Die zit in autisme spectrum, in persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, systeemproblematiek. Trauma. Ja. En dat zijn niet de speerpunten. En ik merk dat het altijd heel leuk is als er weer iemand in opleiding komt of we krijgen een nieuwe collega, die neemt dan weer wat mee. Iemand die van eetstoornissen bij ons komt werken. Die neemt een enorme bak kennis mee over dingen die ik eigenlijk helemaal niet zo goed weet, want ik werk daar nooit mee. Maar die comorbiden wel vaak een rol spelen bij de patiënten die ik zie. Dus dan is het heel fijn dat nieuwe collega's dat ook meenemen. Ja. En, ontregelt soms ook wel wat. Ja. Omdat je dan echt weer even opnieuw moet kijken. Ja. Oké, hoe doen we eigenlijk? Waarom doen we wat we doen? En hoe doen we het? En is dat eigenlijk wel oké? Okay? Ja. Dus het scherpt ook wel juist je. Heb je daar een voorbeeld van dat er een nieuwe collega binnenkwam met kennis of van je dacht, oh, dit is even. Zeker, ja, zeker. Ja. We hebben nu een collega, twee relatief nieuwe collega's die komen van persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen. Nou ja, en dat gaan we dus nu ook, denk ik, nog meer zien. Daarnaast met het. Tertiaire koers die het UCP is ingeslagen 3 jaar geleden, denk ik dat de problematiek ook wel nog complexer is geworden. Of we zien het nu meer, of het is er van beide kanten, maar de doelgroep wordt echt complexer. En dat maakt dat je ook weer achter je oren gaat krabben van hey, bieden we dat wat we bieden, is dat goed genoeg? Of moeten we nadenken over aanscherping? Of ja, daar hadden wij het in ons voorgesprek ook over. Hè? Dat het is echt een enorm spanningsveld tussen holistisch en specialistisch. Hè? We werken specialistisch. We hebben een hoog specialistische setting. Waarin we eigenlijk van smal heel veel weten. Maar je moet ook de holistische blik hebben. Eigenlijk begint het met een holistische blik als iemand binnenkomt. Om te weten van wat speelt hier allemaal. En hoe moeten we er naar kijken. En hoe moeten we dat prioriteren ten opzichte van elkaar. Waarna we eigenlijk specialistisch behandelen. Maar dat betekent dat dus ook mensen die wel met angstklachten binnenkomen. Dat we zeggen, ja, maar daar bieden wij geen. Het behandelaanbod wat wij hebben sluit niet aan op de angstklachten. Ook al spreek je van angstklachten in de brede zin. Hoe je die moet aanvliegen. Daar kan dus inderdaad ook persoonlijkheidsproblematiek aan ten grondslag liggen. Ja, daarvan hebben we wel een beetje kennis en kunde in huis. Maar zodra dat te veel een behandeling in de weg gaat zitten, waar wij weer veel van weten, moeten we die patiënt ofwel verwijzen voor behandeling daarvoor, of we moeten een samenwerking daarin gaan zoeken om het, om het parallel te behandelen. Ja, en als je met nieuwe collega's die kennis meenemen, dat je soms opnieuw moet kijken van hoe doen wij dingen. Ja. Heb je daar ook nog een voorbeeld van over hoe dat wat je nu net noemde, iemand die komt met eetstoornis binnen dat je denkt, hey, wacht eens even, daar heb ik helemaal geen ervaring mee. En toen zei je van dat het soms best wel even kan zijn van, dan moeten we ook wel echt kijken. Iemand heeft nieuwe inzichten mee, hoe gaan we daarmee om? Ja, nou ja, het is heel actueel bij ons nu dus. Op verschillende niveaus waarop we werken. Degene die van eetstoornissen komt, die is dus nu meer geneigd om ook eetpatronen uit te vragen en daar tijd in te steken. En dat we dat scherpt de discussie aan van hey, hoeveel aandacht geven we dit in behandeling? Dat je daar dus, je wordt wel weer bewust op scherp gezet om daar keuzes over te maken. Hè. Belangrijk is dat het gezien wordt, dat is absoluut heel belangrijk. En ook dat je daar zeker screenend in gaat kijken van hoe groot is dit. Maar dat je in dat proces ook een soort cut-offs hebt om te bepalen van dat je moet zeggen van tot hier doen wij het. En tot daar doen we de diagnostiek elders. Trauma bijvoorbeeld. We hebben nu iemand die zit in onze deeltijdbehandeling. En daarbij vermoeden we toch ook wel ernstig trauma onderliggend. En daar hebben we nu op gescreend. En dat, nog steeds wijst het die richting op. Het bevestigt het vermoeden in die richting. Maar dat we wel zeggen van nu gaan we het wel elders laten onderzoeken. Want hier houdt ons specialisme op. Ja, ja.
Dus het is nu voor ons wel actueel van hoe integreer je eigenlijk datgene wat nieuwe medewerkers meenemen. En hoe zorg je dat het zich ook weer daarna stabiliseert. Ja. Dat je wel kan bieden waar je, ja. dat je wel steeds in het achterhoofd blijft houden van wie bedienen wij en hoe bedienen we die goed. En het moet eigenlijk accommoderen. Het moet zich accommoderen in de... Ja. Het moet zich even fijn de kennis en kunde die je al hebt. Ja, dat zijn wel lastige keuzes hoor. Ja. Want je gaat iets aan met een patiënt op het gebied van depressie of op het gebied van angststoornis. En dan blijkt er ook wat onder te zitten of naast te zitten wat ook aandacht verdient. En het liefst wil je verder met de patiënt, wil je dat ook gaan doen. Dat is één ding. Je hebt een werkrelatie, die gebruik je graag om ook verder te gaan. Dus dan zou je ook met het andere stuk bezig willen. Bijvoorbeeld trauma of persoonlijkheidsproblematiek. En daarnaast hebben we het natuurlijk wel het probleem dat als wij klaar zijn met ons stukje, of dat is gestabiliseerd tot de max, kunnen we niet altijd makkelijk doorverwijzen. Want daar zijn ook wachtlijsten, weet je. Ja. Dus je hebt te maken dan in één keer met dat iemand een jaar soms moet wachten tot dit een vervolgbehandeling kan krijgen voor dat stuk wat er onderliggend kwetsbaar maakt. Ja, en dat zijn lastige keuzes die we moeten maken. Want het is ook niet dat we daar niks in bieden, hoor. Nee. Op het gebied van trauma of autisme. We doen daar wel wat in, maar tot op zekere hoogte. En en inderdaad, is het in het kader van overbrugging of is het in het kader van co-behandeling, medebehandeling? Ja. Daar moet je steeds scherp op zijn van welke plek heeft dit in ons behandelplan en hoe kijken we hier naar en wat kunnen we hier wel en niet in? Ja. Dus dat je ook trouw blijft aan wat je doet en wat je niet doet. En dan ook kunnen zeggen van oké, dit kan een ander beter. Dus daarvoor verwijzen we. Ja, precies. Het lijkt me ook echt wel heel leuk en interessant om nog even door te gaan op de drugs. Om nog even terug te komen op het onderzoek. Wat je noemde net, ketamine. Ja. En je noemde de... psilocybine. De paddo's. Ja. Dat bij depressie wordt het gebruikt. Bij angst, zijn er ook middelen die jullie innovatief inzetten? Bij ons loopt op dit moment niet zo'n dergelijke studie. Oké. Okay. Nee. Er was een studie van de cannabidiol-studie. Dat is al een tijdje geleden. Hè? Ja, die is net afgerond, zeg maar. Dus er worden nu de... En dat, wat is dat? Wat is? Ja, cannabidiol, dat is de stoffen die in cannabis zitten. En dan heb je eigenlijk globaal gezegd twee stof. Je hebt de THC, daar word je high van. En je hebt de CBD, wel bekend van onder andere kruidvat en dat soort winkels. En er wordt verondersteld dat de CBD, dus waar je op zich niks van werkt, dus niet de high werkende stof, maar de stof die wel in de cannabis zit, dat die een effect zou hebben op het vermogen om te leren. Nou, bij exposure is het idee dat je tijdens de oefening je angstige verwachting falsificeert. Dus dat je eigenlijk wat nieuws leert. Dat wat verwacht komt niet uit, maar wat anders komt uit. En dat in combinatie met het gebruik van CBD, dat beter wordt opgeslagen. Die bevinding. Dus okay, dat nieuwe leren wordt versterkt. Nou, dat is een studie die in het verleden heeft gedraaid bij angst en dwang. En is het bewezen? Dat is spannend. Oh, dat hangt er nog op. Ja, nee, de berekeningen worden gedaan en die worden opgeschreven. Dus okay. Of er een effect zijn, kan ik nog niet verklappen. En maar ook eigen gevoel, kun je daar? Ja, dat vind ik lastig. Het is een dubbelblind onderzoek. Je weet niet wie wat krijgt. Dus de patiënt die tegenover je zit, je weet niet of die een placebo krijgt of de CBD. En dat is ook belangrijk. Want dat zul je misschien merken als wij ergens over praten en wij zijn ervan overtuigd, dan klinken we ook overtuigd. En dat heeft natuurlijk ook een placebo-effect. Ja, dus voor wetenschappelijke studies moet je dat netjes doen. Dubbelblind. Maar die motivatie, dat enthousiasme wat je als behandelaar kan uitstralen, heeft ook een enorm effect. Ja, mag je dat gebruiken of niet? Ik vind dat een hele interessante discussie. Gaat dat misschien buiten deze gesprek? Maar weet je, dat zijn wel... Ik weet niet of het werkt. Ik heb de wetenschap hoog staan. Ik vind dat we dat netjes moeten afwachten. Nee, natuurlijk. Dat begrijp ik helemaal. En als je dan hebt over de andere middelen die we net noemden. Ketamine en psilocybine. Zeg ik nu in één keer goed? Ja. wat doet dat? Ja, heel eerlijk. Ik ben geen arts en geen bioloog. Dus ik weet er precies niet van. Dus ik weet het puur anekdotisch. Dus wat ik net eigenlijk schetste van de ketamine. Is dat ik merk dat de patiënten die dat kregen in die trial, dat die minder weerstand hadden tot allerlei vervelende dingen of emoties of herinneringen. Dus dat er wat meer openheid kwam. En dat is wat je uiteindelijk wil in een psychotherapie, is dat patiënten zich vertrouwd en voelen en openstellen. Zodat er
gewerkt kan worden met de dingen die onderliggend iemand kwetsbaar maken voor de klachten waarvoor ze bij je komen. Dus ja. Dat doet ketamine. De precieze werking, vanuit het psychologisch aspect, daar ben ik benieuwd naar. Van de psilocybine weet ik het niet. Ik heb niet een patiënt gehad die psilocybine gebruikte. Wat ik van de collega's hoor die daar bij betrokken zijn, is wel dat patiënten echt een soort trip maken en een ervaring hebben waarin zij van alles meemaken en waarin ze begeleid worden ook door twee psychotherapeuten die naast hun zitten en die uiteindelijk tot een tot een soort nieuw inzicht komen, een hernieuwde beleving van aspecten in hun leven. En dat is iets wat dan in de psychotherapie ook verder geïntegreerd wordt in het leven van deze patiënten. Ja, en wat ik dan ook nog echt benieuwd naar ben is, als het gaat om onderzoek, als je kan het ook de behandeling belemmeren omdat je gehouden bent aan een protocol wat je moet volgen volgens het onderzoek? Dus je doet een onderzoek. Daar het onderzoek dat zegt van nou, mensen moeten we behandelen op deze manier, want alleen op die manier kunnen we dit onderzoek doen. En dat je dan in de behandeling zit en denkt, ja, eigenlijk zou ik hier linksaf willen, maar we moeten volgens het onderzoek te volgen, moeten we rechtsaf. Is dat herkenbaar? Ja, maar klinisch oordeel gaat altijd voor. Dus als een patiënt in een trial zit, in een onderzoek, en dat is een onderzoek wat bijvoorbeeld bepaalde voorschriften heeft voor wat je mag doen. En om wat voor reden denk je van dit is gewoon niet goed meer of we moeten een andere kant op. Dan ga je dat doen. Ja. En dan valt die patiënt uit het onderzoek. Dan heb je een drop-out in het onderzoek. Dat is heel jammer. Maar de zorg van de patiënt gaat voor. Oké, nou, dat is mooi om te weten. Ja. Zo een beetje richting het einde heb ik nog een paar vragen die wat wellicht persoonlijker zijn. Om met jou te beginnen, vrouwtje, je staat morgen voor een zaal met, hoeveel collega's zullen we doen? 1000? We kunnen het ook 10.000 maken, maar 1000. Wat wil je zeggen? Zo, dat is een brede vraag. Ja. God, wat wil ik zeggen? Het mag alles zijn. Het mag een advies zijn, een boodschap zijn. Ik denk dat mensen, dat ik collega's wil adviseren om dus met de brede blik bij aanvang te kijken. Onder welke paraplu mensen ook binnenkomen, met welke klachten patiënten ook binnenkomen. Kijk alsjeblieft eerst in de breedte. Kijk naar de betekenisgeving voor de patiënt. En kijk, wees kritisch van je eigen redeneerfouten, van je eigen biases, zeg maar, je eigen denkfouten, om heel persoonlijk te kunnen kijken, wat is nou een goed aangrijpingspunt voor behandeling? En daar kan je prima protocollen op loslaten, maar niet alleen op basis van iemand voldoet aan die symptomen en dan spreken we van die stoornis en dan gaan we automatisch met dat protocol aan de slag. Ook omdat je bij angst en dwang vaak ziet dat er zo vaak iets anders achter zit. Ja. Ja. Nou, ik vind het een mooi advies. Blijf breed kijken. Ja. En als je helemaal keuze hebt gemaakt, moet je natuurlijk ook wel stick to the plan, zeg maar. Mm-hmm. Niet meteen weer gaan zwabberen. Het is wel belangrijk om dat dan ook vol te houden. Maar dat je totdat je besluit samen van waar gaan we aan werken? Waar steken we scherp in? Ja, voor die tijd kijk breed en wees nieuwsgierig en kijk naar de betekenisgeving voor de patiënt. Ja, ja. Voor jou dezelfde vraag, Data? Ja, ik kon hier natuurlijk even nadenken, maar het woord wat bij mij opkwam was nieuwsgierig. Nou, je eindigt ermee. Ik denk als je niet meer nieuwsgierig kunt zijn, als het niet meer lukt om nieuwsgierig te zijn, dan moet je time-out nemen. Sabbatical, weet ik veel. Zorg dat je weer geïnspireerd wordt. Dat vuurtje weer gaat branden, want ik denk dat is wat ons psychologen, wat we allemaal gelijk hebben, is een gezonde nieuwsgierigheid. Hoe zit het? Daarna willen kijken. Ik ben het helemaal met je eens wat je zegt. We hebben ooit de term in het Engels moeten opzoeken van, hoe heet het? Je blinde vlek en je hebt de hobbyhorses en blind spots. Dus de hobbyhorses zijn de tunnel waar je in zit. Als je alleen met angst werkt of alleen met depressie, zie je dat. Dus hou je die blik open. Kijk naar wat er nog meer kan spelen. En je blind spots, dat zijn echt waar je niks van af weet, maar waar je wel moet zorgen. Dus je hebt elkaar nodig. Ja. Dus die nieuwsgierigheid is voor mij echt een baan. Ik zeg ook wel eens tegen patiënten, als ik een
of het nou angst is of depressie. Maar als ik een pil had die jou nieuwsgierig kon maken, dan zou ik dat willen uitproberen. Want zodra mensen weer nieuwsgierig zijn, gaan ze nieuwe dingen proberen. Stoppen ze met wat niet werkt. Ja. Om daarmee door te gaan. En die nieuwsgierigheid is voor mij de kern ook van ons vak. Dus dat is echt een parallel proces. Kun je patiënten nieuwsgierig maken? Daarvoor moet je zelf ook nieuwsgierig kunnen blijven. Ja. En als dat even niet lukt, en dat snap ik ook in het vak, dit is ook een vak waar veel mensen op een gegeven moment ook op branden. Zorg dat je weer geïnspireerd wordt. En ieder doet dat op zijn eigen manier. Maar blijf nieuwsgierig. Dat is ook een mooi advies voor iedereen, denk ik. Nieuwsgierigheid is altijd goed, denk ik. Ja. Dus maar vooral de context ook. Van, als je het niet meer hebt, kun je dan nog een goede behandeling doen. En jullie hebben vacatures op beide afdelingen. Bij angst en dwang en bij depressie. Wat zouden jullie tegen mensen willen zeggen die, die licht geïnteresseerd zijn, maar nog steeds denken, ik weet niet helemaal of het iets voor me is. Kom een dagje meelopen. Ja. Ja, volgende week woensdag bij jullie. Vlaringdag. Ja, dat is de beste dag om mee te lopen. Ja, en bij ons ook. Weet je, kom gewoon een dagje meelopen. Wees nieuwsgierig. Kom maar gewoon. En alles kan wel geregeld worden. Ik denk dat, dat... En als het dan niks voor je is, kan het ook. Probeer het uit. Exposure. En dat vind ik ook altijd wel leuk. Maar dat is eigenlijk ook altijd het advies wat ik eigenlijk heel veel mensen wel meegeef. Want de mensen die ik spreek vanuit arbeidsbemiddeling, die hebben dan de vraag zou ik een stap maken? En dan hebben we het er samen over. En dan, het komt me eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Ja, als je het niet gaat onderzoeken, dan blijf je de gedachte in je hoofd houden. En dan is het vaak ook een onderzoek. Van als je het, dan weet je ook... Stel, als het de uitkomst van het onderzoek is, ik zit goed in mijn plek, dan kun je ook weer met een geruster gevoel en beter gevoel je werk doen. Tegelijkertijd, als je er wel echt heel enthousiast van wordt, dan heb je een mooie kans te pakken. Ja. Dus in die zin past het misschien ook wel bij angst en dwang misschien je eigen gedachten uitdagen. Nou ja, we hebben nu net een collega die is teruggekomen. Die was 2 jaar ergens anders heeft ze gezeten. En daarvoor had ze 12, 13 jaar of zo bij ons gewerkt. Toen dacht ze, het is nu nog wel... Ja, ga ik nog een keer wat anders doen of niet? Nou, toch een andere stap genomen. En die is dus nu weer teruggekomen. Die zegt, ik weet nu wat ik toen niet wist. Namelijk dat ik gewoon, ik dacht al wel dat ik op een goede plek zat. Maar dat is nu bevestigd. En ze neemt de nieuwe ervaringen weer mee. Dus het is eigenlijk een win-win voor iedereen geweest. En we zijn heel blij dat ze weer terug is. Ja en dat is iets wat ik vaak zie. En ook tegelijkertijd soms iets totaal anders gaan doen. Dat juist ook weer tot de meest nieuwe inzichten lijkt. Ja, en dat, weet je, dat is in het UCP. Ik bedoel, jij hebt op depressie gewerkt, ik op angst en dwang. We hebben psychose, we hebben ouderen, we hebben de medische psychologie. Er is zoveel diversiteit, ook voor jou als psycholoog, om eens te snuffelen, eens te kijken en misschien een keer te wisselen, als je het wel gezien hebt. Weet je, en dat is wel, dat is ook een, dat is mooi. Oh, mooi. Ja. Nou, echt super dat de uitnodiging bij deze, deze staat. Ja. En de allerlaatste vraag dan. Hebben jullie iets wat jullie geïnspireerd heeft, wat jullie niet uit de GGZ gehaald hebben? Wat jullie niet uit de GGZ gehaald hebben. Niet uit de literatuur of iets uit het dagelijks leven of iets. Marco Kleen noemde een boek. Hebben jullie ook zoiets? Ja, ik heb er natuurlijk ook over nagedacht. Omdat we het daar ook in het voorgesprek over hadden gehad. Ik kwam eigenlijk uit op mijn... een reis die ik zelf heb gemaakt. Toen ik 18 was en ben ik 9 maanden naar het buitenland geweest. En ik denk als ik daarop terugkijk, wat ik daarvan heb geleerd, en dan kom ik ook weer bij dat stukje nieuwsgierigheid uit, is dat ik zoveel verschillende culturen, mensen uit verschillende culturen heb gesproken, mensen uit verschillende levensfases. En dat allerlei mooie ontmoetingen, heel veel mooie ontmoetingen toe heeft geleid. En dat mij dat ook heel erg bewust heeft gemaakt van je moet echt naar iemands context kijken. En naar dat maakt iemand uniek, zeg maar. Welke cultuur, of welk land, of welke taal, of welke generatie. Ik denk dat mij dat wel heel erg geleerd heeft. Van om echt naar iemand te kijken, moet je veel breder kijken dan alleen jij en ik in de kamer. En, mij veel heeft geleerd. Dat er zo'n verschil in zit tussen cultuur, tussen personen, en dat iedereen dan ook op zijn eigen... We zien er beide uit als mensen, maar dat we toch al bij in ons totaal eigen wereld en gebruiken kunnen leven. Ja, precies dat. En dat je dat betekenis krijgt, of dat je dat leert snappen als je daar zicht op krijgt, als je daar kennis van krijgt. Mooi. Ook meteen een mooie aanrader voor iedereen
die de kans heeft om zo'n reis te maken. Ja, 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 ja. Straks zeker, na de corona. Zeker doen. Ja. Straks als de corona voorbij is. Ja, 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 hopelijk. En data voor jou? Ja, ik vond het ook een lastige vraag. Maar ik heb daar ook wel over nagedacht. Ja, kijk, de dingen die inspireren, of die me nieuwsgierig houden, dat, ja, ik moet daarin geïnspireerd worden. En ik merk dat in mijn leven dat ook steeds wel andere dingen kunnen zijn. En dat gaat wel. Ik kom helemaal niet uit een academisch nest. Ik merk dat het vak zit ook niet in de familie. Dus waar ik het vandaan heb, weet ik niet. Maar ik merk dat het echt. Ik vind het echt een uitdaging om samen met iemand aan het werk te gaan en te puzzelen, dat contact te maken. Dat heeft me geen zin. Ik merk wel dat ik daarnaast de momenten nodig heb om gewoon op mezelf te kunnen zijn en te kunnen genieten van. Nou ja, van alles wat dat kan zijn. Ik woon in het buitengebied. Ik kan genieten van de rust daar. Veel met beesten bezig. En ja, ik merk dat dat me ook weer voedt om weer nieuwsgierig te zijn. Om soms ook op andere gedachten te komen. Dat ook mee te nemen in de gesprekken. Dus het is doorlopend. Is het wel steeds iets in mijn leven waarin ik tot mezelf kan komen. En ook weer verder kan om geïnspireerd nieuwsgierig te zijn. Naar de mensen. En ja, reizen is daar een heel mooi voorbeeld van, omdat dat je helemaal uit je context haalt. Ja, en dichter bij huis zijn het soms de momenten waar je gewoon van de kleine dingen kunt genieten. Ja, ja. De momenten dat je niet met je vak bezig bent, dat het juist misschien. Ja, ja, ja. Oh, mooi. En de allerlaatste vraag is: wat was voor jullie de reden om hier mee te doen? Ik vind het heel leuk om over mijn vak te praten. En ik vind het heel leuk als we er kunnen delen met meer mensen dat ze weten wat wij doen in het UCP. Ja, helemaal om dat ook dit weer samen neer te zetten, denk ik. Soms heb je het gevoel dat je echt een beetje op een eilandje werkt of in een hele gesloten context. En als meerdere mensen kennis nemen van wat daar gebeurt en wat we doen en wat voor moois we doen, dan. Ja, vind ik dat leuk. Mooi. Om dat te mogen delen. Mooi. Nou ja, dan hoop ik dat het bij deze gelukt is ook om dat meer bekendheid te geven. Ja. Voor jou? Ja, het praten over het vak. Dat maakt ook weer enthousiast. Wat jij eerder ook al zei. Van, als we erover gaan praten, dan wordt dat vuurtje ook weer aangewakkerd. En inderdaad, het voelt soms als een eiland. Waarin je gewoon maar hard werkt en bezig bent. Maar met elkaar delen wat je leuk vindt. Van elkaar leren. Uitdragen waar je voor staat. Hoe je het zou willen. Waar je heen wilt. Dat is leuk om er zo over te praten. Ik heb het idee dat in dit gesprek we ons enthousiasme wel konden laten zien. Voor heel specifiek nu de depressie en de angst en dwang. Ja. En elkaar is daarbij ook echt wel relatief. In de zin van dat het ook gaat om de samenwerking naar buiten toe. Ja. Dat, want samen willen we eigenlijk allemaal willen we hetzelfde. Namelijk als hulpverleners. Namelijk dat we patiënten zich beter gaan voelen. En we hebben elkaar echt nodig. Om gaten te dichten, om elkaar aan te vullen. We hebben allemaal met wachtlijsten en met personeelsproblemen te maken. Dus hoe kunnen we toch met z'n allen zo zinvol mogelijk werk doen wat voor de patiënten belangrijk is, maar waar we zelf ook blij van worden. Ja. Ja, nee, precies. Je doet het toch allemaal samen. Dus ik hoop ook echt dat als behandelcoördinator probeer ik ook de routes naar buiten te vinden en met tentakels uit te zetten en contact te maken met andere instanties. Maar ik hoop andersom dat mensen dat ook doen. Dat ze ons weten te vinden of het nou gaat op individueel casusniveau of omdat ze bij ons willen werken of omdat we willen nadenken over organisatievraagstukken. Mooi. Nou, hopelijk is dat bij deze gegeven. Ja, het appel is echt laagdrempelig. Zoek contact. Of je nou wil meelopen of gewoon eens een keer over een casus wil sparren. Ja. Dat is, Ik hoop dat het gelukt is bij deze. Ja. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende aflevering. Goed. Dank je wel. Dank.